Hoi allemaal, welkom bij deze video. Dit wordt mijn Panda Palette update video voor de eerste maand. Als jullie mijn intro video hebben gezien, die is nog in het Engels. Dat komt omdat ik nu even met mijn blog in het Nederlands probeer te schrijven en te filmen. Om te kijken of dat beter gaat, of dat goed bevalt. Dus daarom zijn de video's nu ook in het Nederlands. En dit wordt dus mijn eerste maand update van de Panda Palette. Hier zien jullie mijn oogschaduw. Dit is eentje van een Catrice Limited Edition van echt 100 jaar geleden, geloof ik. Ik zal ook foto's op mijn blog zetten, zodat je de vergelijking kan zien. Hij was, ik denk net iets verder over de helft al opgebruikt. Dus ik heb wel aardig wat opgemaakt. En hij is ook heel dun nog maar, omdat ik hem ook al gerepressed heb een keer. Dus ja, hij gaat goed. Ik gebruik deze als highlighter onder mijn wenkbrauw. En ook om mijn concealer af te poederen. Dus ik denk wel dat ik hem vrij snel op kan gebruiken. Want iedere keer als ik hem met een grote poederkwast inga, dan vliegt er overal poeder. Dus dat gaat wel snel. En dan is dit hoe mijn selfie palette er nu uitziet. Als jullie de eerste update hebben gezien, dan weten jullie dat ik een heel klein beetje pen had op de zwarte kleur. En ook een beetje in het midden van deze kleur hier. Zoals je kunt zien heb ik nu ook hier de pen geraakt. Dit is de kleur, even kijken hoor, Check Us In. En die heb ik eerst gebruikt in mijn binnenste ooghoek. Maar ik gebruik hem nu als highlighter op mijn jukbeenderen. En daarvoor is hij heel erg mooi. Dan die kleur daarnaast is Me Me Me. Die gebruik ik nu in mijn binnenste ooghoek. Want deze is heel erg glitterig. Dus die vind ik niet zo heel erg mooi als highlighter op mijn gezicht. Maar wel echt heel erg mooi als een highlighter in mijn binnenste ooghoek. Dan deze kleur. Dit is de enige matte kleur. En die heb ik iedere dag gebruikt. En ik heb nog steeds geen pen. Ik snap het echt niet. Ik dacht iedere dag van vandaag ga ik vast pen raken. Maar dat is niet gebeurd. Ik ben helemaal gefocust zeg maar, op deze kant. Dus daar is hij al kaal aan het worden. Maar ik heb dus nog geen pen geraakt. En ik hoop dat dat snel gebeurt. Dan de gouden kleur. Die heb ik een aantal keer gebruikt. Misschien kan je het hierboven in een beetje zien. Maar nog niet heel erg veel verschil met hoe die eerst was. Deze heb ik de pen van groter gemaakt. En deze hele zijkant is, zoals je kan zien, al opgebruikt. Dit is echt mijn favoriete kleur uit het palet. En daar heb ik dus, nadat ik zoveel pen heb geraakt, eventjes een soort pauze van genomen. Want die wil ik nog wat langer bewaren. Deze kleur is Hashtag Love. Daar heb ik ook pen op geraakt. Dat had ik nog niet. En zoals je kan zien heb ik nu in het midden pen. En ik heb hier al een heel klein beetje van de zijkant opgebruikt. Deze ben ik steeds vaker gaan gebruiken in combinatie met de gouden. Dus dan doe ik goud over het eerste gedeelte van mijn ooglid. En dan dit in het buitenste gedeelte. En zo gebruik ik die een beetje op. Deze kleur heb ik ook iets meer aangeraakt deze maand. Maar daar heb ik heel weinig van nodig. Want het is echt een donkere bruin grijzige kleur. Dus je kan een klein beetje zien waar ik het, ja, waar ik het heb gebruikt. Maar ik heb echt maar een heel klein beetje nodig. Dus het is nog niet heel erg veel verschil. De grijze heb ik één keer volgens mij gebruikt in mijn buitenste ooghoek en verder niet. De zwarte, zoals je kan zien, heb ik die pen ook groter gemaakt. Die gebruik ik iedere keer of als een eyeliner op zichzelf. Of als ik eyeliner gebruik, dan doe ik het er overheen. Zodat het langer blijft zitten. En dan de laatste kleur heb ik helemaal niet gebruikt, geloof ik. Dan voor mijn november doelen. Ik heb heel veel mensen gezien die dat doen. Als ze een pen en palette doen, dan zetten ze doelen voor zichzelf. Zodat ze gemotiveerd blijven, denk ik. Dus ik ga het ook maar doen. Mijn doel is, nou ja, de kleuren waar ik dus pen op heb geraakt wil ik
blijven gebruiken. Met uitzondering van deze. Deze wil ik nog een klein beetje bewaren. Dus deze pen wil ik groter maken. Ik wil graag de pen raken bij deze kleur. En bij deze kleur ook heel graag. Maar dat moet denk ik wel snel gebeuren. De gouden wil ik ook heel graag de pen raken. Dan deze wil ik de zijkant aan de andere kant opgebruiken. En bij de zwarte wil ik deze zijkant hier proberen op te gebruiken. En, oh ja, en de losse oogschaduw wil ik halveren, zeg maar. Dus de helft van wat nu nog over is wil ik volgende keer opgebruikt hebben of nog meer als dat lukt. Dan was dit het voor mijn pen met palette update van deze maand. Als je deze video leuk vond, geef hem een duimpje omhoog. Laat in de reacties achter wat je ervan vindt. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!